gezegd dat ik het serieus ging doen vandaag. Oeie. Ja, en wel, kan ik je wat vertellen? Je weet... Oh. Je weet, als je op de koffie komt met Jason Bradley, de gezelligheid natuurlijk, en dat is heel belangrijk. En vorige maand was er zo'n heel schoon konijn, die stuurde naar mij. Zeg nu, nu, ik kan ook konijn, hè. En wat ik gedrink, gezondheid. Ik heb een volledig glas gin gekregen, dames en heren. Allee, gezondheid. En er was iemand die zei tegen mij: maar stop, we geven de kans aan iedereen. Je weet, dames en heren, ik heb hier op twee stoelen staan. En ik heb graag zo, als het op de koffie is, zoek ik een goede collega, een kameraad meestal, hè, om een babbelje te slaan. Vorige maand was dat met ons Diana Borg. En Chris Klagen was gezellig, hè? Ja. En de Tina Turner is geweest. Het was juist legaard. En het was een schuurkonijn, en dat konijn noemt Annie graag dansen. Ja, ze konijn die graag dansen, dames en heren. Ja, gaat dat ook. En zegt ze, ik heb wel een goede vriend, zegt ze, dat is een zanger. Zeg ja, 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 zegt ze. En die moet ik eruit nodigen. Dames en heren, het was niet gemakkelijk om hem hier binnen te krijgen, want dat is een internationale vedette. Ja, maar ja, dat is een internationale vedette, dames en heren, want die is namelijk geboren in Schotland. In Schotland is hij geboren. Dus. Hij heeft nog gewoond in Ierland, dat is voor ons gesprek straks, Annie. Ja. Dat is een typisch vrouwelijk, hè? Straks moet ik niet meer klap met die mensen, maar Annie had er al alle zeggen. Ja. Van niemand minder dan James. Gillespie. Ja, zoet wat. Gillespie, onder zoet wat. Allee, geef hem een applausje, James Gillespie. Achter de dag is hij. James. Ah, James. Zeg maar, hoe komt dat je er ook aan net vandaag? Ik heb druk aan, want anders met dat wind. Ja, dat is juist. Ik heb dat wind mee gepakt van Schotland, man. Ja, dat gaat die kilt omhoog. Zeg, James. Hoe lang treed jij nu eigenlijk al op in België? Als solo, 2 jaar. Nou, 2 jaar. En daarvoor speelde jij met een... Daarvoor, dat was een beetje een... Mijn ouder, de Duitsie. Sorry, ziet er jou uit? Ja, ja. Ik heb... Of dat die lille kaart van niet vrouw, nee. Maar ja, als ik naast u zit, ben ik al Duits voor u. James. Dus 2 jaar treed jij solo op. Daarvoor zat jij in een band. Ja, 10 jaar. Ja, de boys band al. Cover band, ja. Was het allemaal in rock? Allemaal rock. Allemaal in rock. Oh, wat is er hier zitten? James. Ja. Wie van jullie kent er James? Wie heeft hem al gezien? Ah, ja. Ja. Toch 3. En wie heeft hem nog nooit bezig gezien? Allee, op het werk, hè? Allee, op het werk, hè? Top 3. Nee, ik bedoel. Ja, nog nooit niet bezig gezien. Want eigenlijk is dat wel een beetje een bekende Vlaming, dames en heren. Want hij heeft ooit meegedaan aan een tv-wedstrijd. Klopt toch, hè? Ja. The Voice. En dat was? The Voice. The Voice, inderdaad. Heb je dat niet gezien? Wie volgt u The Voice? Ja. En Rosita was erbij. En Rosita was erbij. En ik heb mee die soort supporter. Ja, die ook. Ah, ja. Gisteren. En wel gisteren. Ik weet niet hoe mee doet dat. Dat was The Voice voor senioren, zeg eens. Dat wacht nog 2 jaar. Dat moet nog 2 jaar wachten. Wat een sympathieke Scot is, hè? Allee, dat is goed. En heb je dat dan gewonnen, of hoe is dat? Hoe is dat afgelopen? Ja, nee, wat heb je gelogen? Hoe zijn buiten gevlogen? Ja, ze hebben al 4 omgedraaid. Ik zei, wie had ik kiezen? Lottie was bezig,
zie je hem aan de koffer van, oh ja, mijn panini boekjes gestaan en hij kan een buffalo. Ik zei, ja, geen is een buffalo. Ik kies voor hem. Ik kies voor hem. Maar heb jij nu een grijze recept of droom ik dat nu? Dat zou kunnen. En zit ik ermee grijze getrouwd, niet hoor? Nee, met Filipijnse. Ja, dat is ingewikkeld. Dat is dus een Scot. Wat? Van Ierse mensen, van die Ierse ouders. Hij woont, waar woont hij? Ja, die man is stierlijk, ik heb het allemaal opschrijven leren. Hij woont, en woont hij het of wat? Uustakker. En Uustakker, woont en Uustakker. Hij is getrouwd met de Filipijnse. Ja, Lisa, Lisa. Wat staat er op Nietas? Een lieve. Aarzen zet aarzen, dan rijdt die lieve. Dan zit ze even een applaus. Wat is haar naam? Ophelia. Wie dit? Ophelia. Nou, geef ze een applaus.